Hallo lieve weegschaal, leuk dat jij er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 45, 4 tot en met 10 november. Het is een algemene reading. Haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je loopt soms te ver op de zaken vooruit. Waardoor je dus letterlijk bergen neerzet, terwijl ze er nog niet zijn. Je bent te druk bezig met het plannen of te willen voldoen aan je eigen toekomstbeeld of aan wat de anderen misschien van je verwachten. Waardoor je dus eigenlijk alleen maar ziet wat er niet goed gaat. Je ziet alleen op dit moment nog de blokkades. Je ziet alleen nog maar, zeg maar, misschien de verbinding die er ooit was. Waar gaat het dan over? Over je eigen geluk. Dus ik zie dat het van belang is om te gaan kijken naar... Wat maakt jou gelukkig? En alles wat jou niet gelukkig maakt, mag je echt achterwege gaan laten. We gaan eens even verder kijken naar wat je verder deze week, lieve weegschaal, kan verwachten. Wat kan de weegschaal deze week verwachten? Oké. Ik heb het idee dat je langzamerhand wel steeds meer als een vis in het water gaat voelen. Je gaat wat meer met de stroming mee in de plaats van de tegenin. Ik zie dat je meer dingen los kan laten, waardoor er ook weer wat meer energie vrijkomt voor jezelf. Ik zie dat je dingen laat stromen, ook je emoties. Dus het kan zijn dat je emoties wat warrig kunnen zijn, maar dit heb je nodig om weer wat meer in balans te komen. En daarbij zie ik, zeg maar, dat... waarheden naar voren gaan komen. Je vanuit je eigen perspectief gaat handelen. En dat je daardoor jezelf ook vrijer gaat voelen. Laten we even kijken naar een mooie boodschap voor jou, lieve weegschaal. 2. Stap voor stap kom ik steeds verder. Dus blijf niet te veel hangen in... Wat moet voor de toekomst? En wees trots op waar je nu al staat. Lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.